Wethouder Arjan van Gils, is nu duidelijk wanneer de Hoekse lijn echt passagiers kan gaan vervoeren? Ja, op 30 september met een klein voorbehoud. Er moet een vergunning nog verleend worden en we rijden nog in een testbedrijf waar 750 ritten met succes gereden zijn. En we moeten er nog 600, maar we zijn geen gekke dingen tegengekomen. Dus wij denken 30 september eerste reizigers mee en dan gaat de dienstregeling in. Ja. Nu, tijdens die testritten, is het nog echt niet mogelijk om passagiers mee te nemen? Nee, want voor een deel moeten natuurlijk procedures gevolgd worden en getest. Dus af en toe ook stilstaan. En het is ook het opleiden van de bestuurders van de metro. Dus dat is niet verantwoord. Mag niet, nee. En hoe verlopen die testritten? Want dan wordt er op de meest gekke dingen wordt gecontroleerd. Noodstops, hoe verloopt dat tot nu toe? Dat gaat goed. Dus, want het is eigenlijk testen van werkt alle software. Dus dat is van overwegen, bruggen, banen, geluid. Tot en met kunnen de machinisten weten ze wat ze te doen staan. Dus dat wordt ook allemaal geoefend erin. En dat gaat goed. Is er uitval van het systeem? Nee, ik geloof dat één keer, maar dat was met een gewoon ook testen van de energiecapaciteit, van stroomstoringen en dat soort dingen. Dus daar, maar ook dat zat in het testprotocol. Ja, want wij spreken ook allerlei mensen rondom het project en dan horen wij van, ja, het systeem valt nog wel eens uit. Ja, we moeten nog maar zien dat we heel snel die vergunning van ILT krijgen. Ja, nou, wij hebben onze informatie is dat we alles wat we moeten inleveren, dat we dat gedaan hebben. Natuurlijk testen we af en toe ook, dat snappen mensen misschien niet, maar dat je gewoon echt zegt, we oefenen noodprocedure of we laten gewoon een keer de stroom uitvallen en kijken wat die machinist gaat doen om dat te doen. Hè. Dus het is niet zo dat we proberen zo netjes mogelijk te rijden alsof er mensen aan boord zitten. Maar er zitten geen dingen in die showstoppers zijn waar je zegt, dit kan niet, dit is nog niet oké. Ja, dan eind september, zegt u, zou die moeten gaan rijden. Wanneer is het definitief duidelijk van dat gaat gebeuren? Want u moet toestemming nog krijgen van de inspectie. Wanneer verwacht u die toestemming? Rond 1 september moeten wij duidelijkheid hebben. Dan is het testbedrijf helemaal klaar. Kunnen we ook met hier en daar met reizigers, niet gewoon mensen die instappen, maar ook met mensen aan boord gaan rijden. Want dat moet af en toe ook nog geoefend worden. En dan weten we hoe de stand van de vergunning is. Dus 4 weken van tevoren denken we dat we definitief go kunnen geven. En dan zit er een hele vertraging op, hè, van de afgelopen maanden. Daar is heel veel geld denk ik heen gegaan om bussen te laten rijden. Is nou een soort beeld te maken van wat dat nou allemaal extra heeft gekost? Ja, wat je nu ziet is dat we, doordat we, wat we vorige keer al gezegd hebben, eigenlijk testbedrijf, proefbedrijf en opleidingen heel slim in elkaar gestoken hebben, doordat we die vertraging hadden, dat we daar ook wat meevallers in hebben. Hier en daar zie je dat we ook nog wat risico's hadden. Dit kan nog meer, dat is meegevallen. Dus dat betekent dat we iets meer geld hadden dan we dachten. Want ik heb steeds gezegd, tot en met juli kunnen we dat vervangend voer betalen. Daarna is er extra geld nodig. Nu is de laatste stand van het budget is dat we dat tot en met eind september kunnen doen. Dus dat we geen extra budget nodig hebben. Stel, die toestemming komt er. U heeft ook wel eens gezegd van, nou ja, misschien moeten we dan maar wat langzamer gaan rijden. Moeten de mensen bij overwegen staan. Dat is dan allemaal niet in vraag. Dan is het echt gewoon op volle snelheid en gewoon bedrijf. Dan gaan we gewoon rijden. We houden wel het vervangend vervoer, die bussen, even achter de hand. Dat als er een keer een kinderziekte zou zijn, dat je niet zegt, oh, dan staat iedereen vast of hebben geen vervoer. Dus dat houden we even in de lucht. En we beginnen op 30 september met even lijn B. Dus dat is van Nesselanden kun je naar Hoek van Holland. Elke 20 minuten en elke 10 minuten naar Maassluis. En dan later komt het stuk van Ommoord, wat nu eindigt in Schiedam. Die lijn die wordt dan een aantal keer doorgetrokken naar Vlaardingen. Dus dan gaan we eigenlijk helemaal rijden zoals die bedoeld is. Dan hebben we het over wanneer? Dat is naar verwachting een week of 4 later. Maar laten we daar dan in september uitspraken over doen. Anders gaan we weer eigenlijk weer speculeren. En dat is te veel gebeurd in dit project. Dat doen we niet meer. Dus we doen alleen dingen waar we zeker van zijn. Nogmaals, 30 september is nog niet 100% zeker. Testen. En de vergunning, dat zijn nog de twee dingen. Maar we hebben al aanwijzingen dat het goed gaat. En het is ook duidelijk dat de RET ook de reizigers moet informeren. Want dat betekent ook dat het busnet vanuit het Westland en in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis aangepast moet worden aan een rijende metro. Dus reizigers moet geïnformeerd worden. Het EBS, de andere vervoerder, moet geïnformeerd worden. Dus daarom zeggen we nu die datum. Dan kan iedereen zich daarop richten en op voorbereiden. En dan ondertussen moet er gewerkt gaan worden aan die verlenging richting het strand. Ja, is dat al duidelijk van dan gaat dat echt klaar zijn?
Ja, we hebben nu de afspraak. Feitelijk is de hele projectorganisatie natuurlijk een tijdje ook wat vertraagd is doordat we met de ombouw bezig waren. Die staat nu ongeveer in de stijgers. Daar wordt nu puntjes op de i gezet in de zin van budget, menskracht en hoe gaan we het ook in de tijd verseren. Werkzaamheden aan de baan, werkzaamheden aan de wegen, bouwen van een station en dat soort dingen. Dus daar komen we begin september op terug.